vandaag de 56e verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Hij zelf doet dat met de koninklijke familie in Rotterdam. Daar krijgen we vast wel beelden van mee. Maar overal in Nederland en ook in Haarlem vieren we feest. Feest omdat dit een dag is waarop Nederland de nationale feestdag heeft. Verenigd rondom de koning, de koninklijke familie, die symbool is van de eenheid van dit land. En eerlijk is eerlijk, ik weet niet wat u ervan vindt, maar we hebben wel een beetje symbolen van eenheid nodig. Want wat een polarisatie in de samenleving, wat een heftigheid zo nu en dan tegenover elkaar. En het is goed dat we op een dag als vandaag toch ons realiseren van we horen wel bij elkaar. We zijn een samenleving. Een samenleving waarin we ondanks al die verschillen met elkaar weten om te gaan. En elkaar uiteindelijk ook weten te waarderen. Leve de koning! Hoera! Teken Bijlsma is 4 april overleden. Een man die muziek in zich had. Alles wat hij deed voor ons, voor de grote kerk. En samen met Michaela en met Lolita. Prachtige samenzanging. Ik vind dat we Teken zometeen een heel groot applaus moeten geven. Want hij zit hier boven een wolletje. Ik denk boven een Mühlenorgel, Michaela. Zit hier naast te kijken. Ik wens jullie een hele mooie Koningsdag. En Teken, ik wil graag duidelijk stellen een applausje voor Teken. Want dat is het verdiend. Ik moet heel even stilstaan bij Teken Bijlsma. Dit is het koor Blue Moon. Dat bestaat 30 jaar. En 30 jaar geleden hebben wij, toen we net bestonden, opgetreden bij de Sing-in, heette dat toen in de Goedmarktkerk. En daar was Teken toen voor het eerst, heb ik hem leren kennen als organist. En ik vond hem geweldig. Dat was echt altijd zo. Ik ben altijd contact met hem blijven houden. En als hij mij zag, dan sprak hij me altijd aan met dag jongen. En dat vond ik fantastisch. Helaas, nu ben ik niet meer jong. En het is zoals het is. Zing de tekst mee en laat u verrassen.